Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem: dat is Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het met de oorlog ervoor stond. Vervolgens zei hij: ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk mee van de koning. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem: u hebt toch een lange reis achter de rug? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde: de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakkeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria: blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde hij zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond: stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, omdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daar op. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode: als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend tegen je uitvalt, waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeeset, in Thebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen: ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort. Maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed, heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Ze werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan: die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël: ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Have en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er dan nog het een en ander aan toevoegen.
Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer, je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. David antwoordde Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan, de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Daarop ging Nathan naar huis. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde. En hij wilde ook geen eten aannemen. Na 7 dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar, toen het kind nog leefde wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hen, is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordden ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nou doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen. Maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde, toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht, wie weet is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen? Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer.